Hoi YouTube, Joshua en ik van FutureMorph hier weer. Het is wel even geleden dat ik een filmpje heb gemaakt, zeker hier op de slangenkamer, dus het was wel weer eens tijd. Twee dingen gaan we in deze video laten zien. De tweede is nog een verrassing, dus blijf kijken. En ik wou ook even een korte update doen qua koningspythons die we hebben en waar we mee proberen te kweken dit jaar. In 2011 heb ik het ook geprobeerd met een aantal mannen en vrouwen, maar geen succes. Dus geef mij maar boa's en rattenslangen, maar we gaan het gewoon weer proberen met de koningspythons. Ik heb eigenlijk vier koppels, zeg maar, die ik bij elkaar wil houden. Ik wil op zich niet te veel mannen gaan wisselen, heb ik vorig jaar wel gedaan, maar we laten het gewoon eens op deze manier proberen. Wat we hier zien is een pinstripe mannetje. Even kijken, nee, dat wordt niet mooier. Uit 2009. Een mooi mannetje. De mannen die ik voor de kweek heb zijn allemaal rond de kilo. Misschien zijn ze wel 1100 gram of zo. Maar met hierachter. Kijken of ze een beetje hiernaast toe halen. Een aparte vrouw. Het is een wildkleur natuurlijk, zoals jullie zien. Ze komt uit een importzending. Ze was heel erg geel toen ze nog een baby was, zeg maar. En toen we haar kregen. En ze is eigenlijk nog steeds wel heel erg licht. Ze heeft de naam Yellow gekregen, ook, dit zien jullie direct nog, hieronder zit namelijk ook Red. We hadden Red en Yellow, na de M&M's. Want er was namelijk een heel rood vrouwtje uit diezelfde importzending. Dus op zich verwacht hier wildkleuren en pinstripes uit, maar ik hoop natuurlijk dat die gelige vrouw de kleur een beetje ook doorgeeft. Dus dat we wat geligere pinstripes krijgen. Dus een soort van dinker projectje, zeg maar, wat waarschijnlijk niks is, maar toch altijd leuk om te testen. Kijk, ik zal even laten zien. Hier hadden we Yellow uit 2009 en daaronder hebben we Red uit 2009. Red is ietsje kleiner, maar zit op de 1700 gram of zo, geloof ik. Dus dat is ook een mooi formaat vrouwtje. Die ligt bij de Piebald man. Die ligt in vervelling helaas. Piebald is uit 2010. Dat is een flinke kerel voor anderhalf jaar oud. Een beetje medium low white. Van Kim en ik allebei al het mooiste. Zeker omdat je lekker veel patroon ziet, hè, met die soort strepen over de rug. Het is geen strijperpaard of wat dan ook. Gewoon een mooie piebald. Met ligt nu in vervelling, maar wel hele lichte zijkanten. Heel oranje. En dat was hij toen hij jong was, had hij dat al. En hij is niet heel veel bruiner geworden. Dus een mooi mannetje. Nou, dus deze noem het denkervrouw Red. Die was heel rood toen ze jong was. Wat sowieso opvalt. Ze heeft wat pastellige kenmerken, om het zo maar te zeggen. Een lichter koppie. Even kijken of daar. Kijk, een beetje zo'n afgetekend hoofdje, zeg maar, op er bovenop. Maar ze heeft ook eigenlijk heel veel blushings. Vanaf hier al echt in het zwart. Tot eigenlijk hierachter ook nog helemaal. Oh, waar is mijn vinger? Daar. Ja, echt die blushings in het zwarte, zeg maar. Echt lichtere vlekjes. Een beetje gereduceerde tekening op de zijkanten, zoals jullie zien. En kijk of ze er zin in heeft. Maar ze heeft ook een redelijk witte buik. Kijk. En daar bij de cloaca zit pas wel weer echt wat zwart op de buik. Dus is ook weer waarschijnlijk helemaal niks. En waarschijnlijk dus alleen maar wildkleuren het piebald eruit. Wat ook leuk is natuurlijk als ze zou willen kweken. Maar dan hopen we weer op een beetje diertjes die er net als Red uitzien toen ze jong was. Nou, hebben we daarnaast, om het zo laten zien. Een vrouwtje 2009, 100% het Axantic en 66% possible het Albino. Van, moet ik het goed zeggen, Piet Nuiten. De wildkleurvrouw. Met daarbij ook van dezelfde kweker een Albino mannetje, 100% het Axantic. Man is ook uit 2009. Is ook is anderhalf jaar oud om me nabij. Mooie albino nog. En de vrouw. Een wildkleurvrouw. Dus hier hopen we sowieso Axantix 100% het albino uit te kweken. Dus het snows. En als de vrouw nou bewijst, dan zou er ook in één generatie snows zelfs uit kunnen komen. Ik heb nog een vrouwtje, een zusje zeg maar. Alleen die is de week pas 1300 gram of zo. Dus die gaat de kweek nog niet mee in. Dus we hebben twee vrouwen om het albino uit te testen. We hebben hier een 2008 Graziani pastel. Een hele grote vrouw waar nog heel veel kleur op zit. Zeker voor haar formaat. Ze weegt denk ik 2,2 of 2,5 kilo of zo. Een beetje hier boven gaan staan.
Dus ja, gewoon onbekende waar ze eigenlijk vandaan komt. Ik heb ze bij de Chameleon uit Tilburg. Heb ik er gekocht. En daar ligt een buttermannetje bij. Uit de Bellijn. Kijken of die er zin in heeft. Een man uit 2009. Gekweekt door Micha Klumpers. Echt een hele mooie. Ja, op camera komt het wat bruiner over. Maar ze zijn echt allebei zo geel. Als je het maar zou kunnen hebben. Ja, dit wordt er echt alleen maar slechter op. In ieder geval aan de andere kant nog een keer bekijken. Zo. Nou ja, ze lijken hier een beetje bruinige pastel. Maar wie hier wel eens in het echt heeft gezien, die weet hoe kleurrijk ze zijn. En hiermee hoop ik dus ook butters en pastels te kweken. En eventueel butterpastel natuurlijk. Nou, wat hier nog, daar zijn alles voor de kweek. Wat nog niet de kweek mee ingaat, maar van qua koningspieters wat ik jullie toch even wil laten zien gauw. Dit is een ghost vrouwtje. Dat is al eerder in de video's geweest. Ook een 2009 dier, maar gewoon een lastige eter. Eet nu weer goed. Pakt alles wel los en vast zit. En dan waarschijnlijk houdt ze weer 3 of 4 maanden vol. En dan stopt ze er weer mee. Dus die mag nog een halve kilo of zo aankomen. Ik denk dat ze op 1100 gram zit. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze 2009 vrouw. Een wildkleurdier. Oh, een lampje erbij. Ook een farmbred diertje. Eet ook geweldig goed. En dan weer helemaal niet. En dan weer wel. En dan weer niet. Heel leuk patroontje. Lekker druk. Dunne streepjes. Dus dat is ook een leuk projectje voor misschien volgend jaar. Ik hoop dat ze dan groot genoeg is. En dan hebben we nog het zusje van de wildkleurvrouw die we net zagen. Dit is ook een 100% het Axantic. Possible het albino. Dus ook hier gaan we ooit proberen snows mee te kweken. Maar dat wordt of later in 2012 of anders pas in 2013. Een beetje afhankelijk hoe hard ze groeit. Nou ja, geen koningspython, maar de enige andere python hier nog in huis. Dat wil ik ook eventjes gauw laten zien. Oeh, wacht, ga de camera even zo pakken. Dit Morelia viridis, de groene boompython. De Jayapura localiteit. Onze eerste en waarschijnlijk niet de laatste groene boompython. Het licht is misschien toch, zo zie je de kleur geel komt wel wat beter uit. Maar mooi diertje, eet dood, gewoon uit de pincet. Ideaal, nakweekdiertje. Dus daar gaan we ook mee verder. Nou, verder. Zo, nou, Kim die staat hier, komt ook nog even gauw in beeld. Kijk, nee, dat wou ze niet. kosten, nog moeite wordt gespaard. Kijk, we hebben hier een mooi whiteboard. Nou, dit heeft Kim er net opgezet. Daar moeten jullie niet te veel op letten. Maar daar ga ik in, heb ik bedacht. Gaan we in 2012, misschien volgende week al in 2011 nog net. Maar waarschijnlijk 2012 de eerste video gaan we maken op YouTube. Genaamd Snakes Q&A. Klinkt heel Engels en chic en zo. Is het ook? Nee, hoor, is niet. Q&A staat voor Question and Answers. Dus vragen en antwoorden. Snakes voor slangen natuurlijk. Dus ik wil eigenlijk wat dingen waar vragen veel vragen op zijn op het forum of die ik persoonlijk veel te horen krijg. Daar wil ik wat filmpjes voor gaan maken. Onder andere over genetica, hoe dat nou allemaal zit. Hè, met recessieve genen, dominante genen, codominante genen, noem maar op. Ook over huisvesting, bodembedekking. Dus alles wat jullie zouden willen weten over slangen en je hebt daar een vraag over. Stel die vraag op YouTube, dus hieronder in dit filmpje. Reageer of stuur een privéberichtje hier op YouTube of zo. Dan ga ik die verzamelen. Ik heb al een hele lijst, maar ik weet wat ik wil gaan vertellen. Maar ik wil even een beetje verder gaan staan. Ik wil hier, genetica is voor sommige mensen gewoon wat moeilijker. Dat is helemaal niet erg. Dus ik hoop dat ik met dit whiteboard gewoon een beetje kan tekenen en zo. Hoe dat allemaal zit. En ik kan natuurlijk gelijk leuke voorbeelden laten zien, omdat ik een hoop leuke slangen heb. Oh, wacht. We hebben nog één nieuwe aanwinst. Uit Houten. December uit Houten. Misschien dat jullie sommigen al hem hebben gezien, maar dat is deze. Het staat er een beetje raar op alsof hij zweeft nu, maar ik film van boven. Een albino Motley, Carl Albino Motley. Gekweekt door Tom Burke en gekocht bij La Ferme Tropical. Dat is een high contrast albino lijn. Een beetje in beeld. Kijk, dan zien jullie wat beter. No offense to iedereen die Centraal-Amerikaanse Motleys heeft, maar geef mij maar gewoon Colombiaanse Motleys. Want zo'n perfecte tekening als dat dit diertje heeft, daar zie je gewoon niet eigenlijk op Centraal-Amerikaanse. Dus geef mij maar Colombiaanse Motleys. Nou ja, ik hoop dat jullie
veel interesse hebben in de Snakes Q&A. En ik ga er in ieder geval mijn best voor doen om leuke filmpjes te maken. Kijk, we zullen nog een keer ons hele slecht getekende logo wat we net hebben gemaakt hier een keer opzetten. En iedereen die vragen heeft, stuur een berichtje of een e-mail of wat dan ook. Of reageer hieronder. En iedereen natuurlijk ook, kom ook op zoeken op Facebook en hier op YouTube. Dus abonneer en like en zo. Dat schijnt allemaal heel belangrijk te zijn tegenwoordig. Dus klik op die duimpjes.